Hallo iedereen. Ik wacht even tot de kijkers zijn. Dan kunnen we samen de aankoopjes die gesponsord zijn of gedoneerd zijn, samen bekijken. Samen uitpakken. Wacht even tot de kijkers. Ik ben benieuwd of dit doet. Ja, we hebben al één hele kijker. Hi Laura. We gaan zo meteen even de spullen uitpakken die ik gekocht heb. Die de mensen hebben gedoneerd via een tikkie, zodat ik betere lives kan geven. En dat ik dus zeg maar niet veel met mijn spierziekte hoef te doen. En toch mensen kan plezieren met mijn humor en manier van vloggen. Dus je lacht je eigenlijk helemaal rot hoe ik er nu bij zit. Ik heb namelijk dit gekocht. Nou, zo zit ik er dus nu al bij. En nou, dat is al helemaal perfect. Dus dat heb ik net even in elkaar gezet. Dus de microfoon zit er niet bij hoor. Maar goede verlichting zoals je ziet. Nou, zo helder als ik weet niet wat. En nou ja, hij hangt gewoon in. Ik kan gewoon lekker niks doen. Dus dit is gewoon helemaal perfect. Gewoon zomaar op het bureau. Of op tafel, dat maakt niet uit. En dan heb ik zeg maar nog meer. Dan ga ik het er even bij pakken. De Senseo. Om iedereen te voorzien van koffie. Dus die heb ik net gekocht. Moet hem alleen nog even uitpakken. En stabilisator. Nee, dit is gewoon een steunmop. Dit is gewoon wat je op tafel zet. En met schroefjes. Dit was toevallig bij de Action. En nou ja, hier ga ik dus niet live mee. Ja, nu kan ik er live mee gaan en dingen laten zien. Dus, maar hij is gewoon ook wel ideaal als je zo bijvoorbeeld in naar een streamyard gaat. Of weet je, bij Barry of wat dan ook. Dus dat is wel leuk. Dus dan kan ik gewoon zo. Hoef ik voor de rest niet meer mijn telefoon vast te houden. Dus de koffiezetapparaat is gekocht, want in mijn eentje had ik genoeg aan een Senseo. En aangezien ik vind dat anderen, zeg maar, als iemand wat geeft, ja, dan denk ik ook altijd weer aan anderen. Dus dan was deze switch was gewoon ideaal om dan ook voor andere koffie te maken. En dan zit ook een thermoskan bij. En ik heb natuurlijk ook een extra thermoskan erbij gehaald. En wat hebben we nog meer gekocht? Nou, zoals jullie weten ben ik blond van mezelf. Maar we gaan het bekijken. Dit is dus bij Mediamarkt gekocht. Dat is gewoon een heel pakket. En met 49 accessoires erin. Dan ga ik hem even openmaken, want we gaan natuurlijk samen de spullen bekijken die ik gekocht heb. Dat vind ik wel zo leuk. Samen met mij shoppen. Hi Ria. Ik ben de spullen aan het laten zien die ik gekocht heb. Vanwege de tikkies die er gisteren gedaan zijn voor de Senseo. Zondag ben ik naar Hogeveen geweest.
En maandagavond zijn we richting Den Haag gegaan met de boeren in een hele stoet. En daarbij is, is mijn senseo ook gewoon doormidden gegaan. Lekker handig met de achterbakklep dichtgooien en mijn senseo zei krak. Dus gisteren bij Barry zijn er tikkies gegeven. En om een nieuwe senseo te kopen. En ik heb besloten een senseo switch te kopen. Zodat ik ook voor andere mensen met een thermos kan gaan delen. Uitdelen. Maar dit wordt hartstikke lachen natuurlijk. Want ik heb hier dus die pakket die ik net liet zien. En hoe dat allemaal werkt, dat moeten we allemaal nog even bekijken. Er zijn natuurlijk wel allemaal beschrijvingen bij. Maar er zit dus een body bij. Dat je dus je telefoon erin kan klikken. Dus dat is helemaal perfect. Dus die doe je gewoon zo op je body. En dan kan je dus gewoon lijf gaan. Zonder dat ik mijn handen hoef te gebruiken. Dus dit is gewoon perfect. En het is Black Friday bij Mediamarkt. Nou ja, overal wel. Maar ik ben daar geweest. En om zeg maar van dit pakket, want dit is normaal eigenlijk zeg maar voor zo'n pro cameraatje. Maar ja, daar kan je dus niet mee live gaan. Zei de jongen, dan heb je zeg maar zo'n dingetje nodig. En wat was er nog meer? Oh ja, en deze. Dan kon ik dus gebruik maken met mijn Samsung. Gewoon van het hele pakket gebruik maken. Dus dan heb je een body, heb je zo'n stok, een standaard. Dat je hem gewoon zeg maar ergens neer kan zetten als er iets is dat je hem gewoon eventjes langtijdig gewoon neer kan zetten, zeg maar, weet je wel, dat ik kan filmen. Ook super handig. En ik vond nog iets echt wel lollig gewoon. Zelfs zo'n ding voor op je hoofd waar je lijf kan gaan. Dus kun je gewoon je telefoon zo op je hoofd zetten. Dus nu nog een 8 graden. Eigenlijk wel, Laura. Want ja, je hebt hem wel gelijk. Maar weet je wat het is? Ik vind dat wel een mannending hoor, die 8 graden. Dus er zijn nog wel genoeg mensen die boeren hebben dat sowieso wel bij zich. Maar nu heb ik gewoon dus, want nu zijn er meerdere kijkers. Laat ik het even zien. Ik heb dus de switch gekocht. Dus je kan senseo en je hebt de switch. Dus de thermos kan. Kan ik dus gewoon vullen met koffie. En dat kan ik uitdelen. En ik heb dus nog een extra thermoskan meegenomen. Waardoor ik dus gewoon voor iedereen kan zorgen. Want ja, dat ben en blijf ik wel. Ik zit te kijken waar dat ding voor je hoofd is eigenlijk. Of is dit het? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat deze voor je arm is. Maar dat kan ik straks even rustig van allemaal uitpakken en in elkaar zetten. Want er zit overal beschrijving bij. En aangezien ik niet de slimste ben. Maar die body is dus wel helemaal geweldig. Dus dan kan ik gewoon de telefoon op klikken. En iedereen laten zien. Nou, dat is dus gewoon de hele pakket die ik dus nog rustig uit moet pakken. En wat hebben we nog meer gekocht? Sowieso paraplu's voor de mensen, want ja, je kan al een goede lijf hebben, maar ja, als het regent dan is het ook kut. Hi Mop! Nou, en dan hebben we die voor op het dashboard. Dan kan je hem inklikken. En wat hebben we nog meer? Even kijken hoor. En nog eentje die je bij je spiegel volgens mij kan doen. Wat Onrecht TV ook heb. Dus dat is ook ideaal om een goede lijf te doen. En dan moet ik straks natuurlijk even aan de supermarkt om goede koffie te halen voor de mensen. Nou, dan hebben we dus natuurlijk een extra koffiekan gekocht. Bekertjes hebben we ook. Want dat is ook handig. Want ik ga dus niet meer met glazen en dat soort dingen meelopen nemen. Want ja, het is gewoon balen als je eigen spullen kapot gaan. En dan hebben we ook nog zo eentje. Die was wel bij de Action.
Maar ja, weet je, het is action. Het is allemaal even ditje en datje, maar het tik lekker goed aan, zeg maar. Maar ik zit er nou wel leuk bij zo, toch? Dus. Lijkt me wel hartstikke gek, hoor. Maar... ik moet even iemand hebben die alles in elkaar gaat zetten, natuurlijk. Even kijken, hoe gaat dit? Claudia die wat gaat monteren. Maar je lacht je eigenlijk helemaal op natuurlijk. Dus volgens mij doe je die zo om je nek of zo. Ik heb volgens mij een groot hoofd, dus het past niet. Oh ja, het past wel. Dus volgens mij moet je dat zo doen. Nou, nu sta ik helemaal lekker voor lul. En dan zoiets. En dan kan je dat ding zo erop klikken. Zo. En dan kan je filmen. Maar volgens mij heb ik het niet helemaal goed hoor. Maar het is dus zo eentje. Ik heb een handige Harry nodig die me even gaat helpen. En wat hebben we nog meer? Oh ja, dat is ook wel grappig. Die kan je dus op je telefoon zetten voor als het donker is. Omdat we ook met de boeren zijn we 's nachts gegaan. 11:15 werd ik opgehaald. En, dus het was nachtwerk geworden. Want ja, het gaat allemaal niet zo hard met die trekkers. Dus dan hebben we gewoon mooie ledverlichting voor beter beeld. En voor de rest moet ik eigenlijk even een beetje de tassen uit gaan pakken. Want ja, ik heb natuurlijk nog meer. En... om gewoon ook weer voor iedereen te zorgen. Dus daarom blijf ik eigenlijk wel de tikkie delen. Van ja, weet je wat, ik bedoel, om andere mensen te kunnen blijven helpen. En om voor alles te blijven zorgen. Maar volgens mij wordt het wel een leuke actie zondag. Met alles wat ik heb gekocht. Om het allemaal makkelijker te maken en leuker te maken. Dus ik heb er helemaal zin in. En Angelique, dan kunnen we weer kijken. Voor een leuke vent voor jou. Dus stel dat er nou allemaal achter mij nu allemaal mooie mannen loopt. Doe ik gewoon dat ding op mijn hoofd. En dan zet ik gewoon de telefoon achterop. Doe ik speciaal voor jou natuurlijk. En dan kan je gewoon achter mij meekijken terwijl ik gewoon vooruit loop. Zulke dingen zitten dus allemaal in die in dit hele pakket. Daar zitten dus allerlei dingen in. Om het zo gek mogelijk te maken. Ik denk als ik 5 telefoons heb, dan kan ik er gewoon 1 hier zetten, 1 hier, 1 hier, 1 daar. Daar. Oh, nog helemaal rug. Je lacht je eigenlijk helemaal rot. Ik word nou echt zo'n vloggenwouwsje. Maar ik wil eigenlijk wel even vragen. Ik ga een Facebook aanmaken. Gewoon niet geen groep of zo, geen bullshit. Maar ik wil eigenlijk een naam hebben. Een leuke naam. Voor, alleen maar voor de lijf, weet je. Of om dingen te delen van de lijf of wat dan ook. Maar ik zou graag namen willen horen. Of geef eens creatief. Geef eens een creatieve naam voor mijn nieuwe Facebookpagina. Ik zit even te kijken, wat heb ik nog meer? Nou, hij loopt. Nou, Angelique, zeg eens wat. Ja, ik ken ook wel Tena Lady noemen, maar ja, dan maak ik gelijk weer reclame voor Tena Lady, weet je wel. Ja. Eigenlijk had ik ook wel even kunnen kopen voor de vrouwen, Tena Lady. Omdat ze bij mij altijd wel incontinent zijn, hè, met het gelach van mij en het gekloot van mij. Dus eigenlijk had ik dat ook wel kunnen doen, maar ja. Daar heb ik nou net even niet aan gedacht, eerlijk gezegd. Oh ja, en ik heb ook natuurlijk een thermolegging en alles gehaald, dat ik wel lekker warm blijf. Dat moet ook gebeuren. Iets met Rolleman. Nee, Rolleman is gewoon Rolleman. Er is er maar één van. En die houden we zo. Dus daar ga ik niks mee doen. En nee, geen Rolleman. Vlotte Klauw. Ja, dat kan. Rollenvrouw. Dat zou kunnen. Nou, ik zoek een mannenman. Dan moeten we nog even verder zoeken, Angelique.
Maar ik heb dus het materiaal om, om goed te gaan kijken naar leuke mannen. Gewoon blijven kijken in mijn lijst. En dan zeg je van, ja Klauw, stop, stop, stop. Dat is hem, dat is hem. En dan stop ik. En dan ga ik er gewoon heen. Dan zeg ik van, nou, we hebben hier toch een leuke vrouw. Ze heet Angelique en ze zoeken een lekkere man. Mannenman. Dus je komt genoeg man tegen in de lijst. Het zal wel kut zijn als, als het geen mannen zijn natuurlijk. Want ik ga wel naar acties waar veel mensen zijn. Maar nog steeds een naam. Ik dacht, ja, Claudia's vloggie. Vlog. Nou, dat is ook zo saai, denk ik. En ik ben ook wel van de actie. Ik ben ook wel van de confrontatie opzoeken. Ja. Dus ik zit eigenlijk naar een hele leuke naam te zoeken voor die nieuwe groep, weet je. Want dan kan ik het ook een beetje, want dan kan ik het gewoon gescheiden houden, weet je. Op mijn eigen Facebook met al die trollen en dat soort dingen. Daar heb ik gewoon zo geen zin in. En dan kan ik daar gewoon meer, heb ik daar meer overzicht over, zeg maar. Ja. HBO. Ho. Wat is dat dan? Dat is HBO, Angelique. Oh, ik moet nog douchen, alles. Hè. Ik heb gewoon nog helemaal niks aan mezelf gedaan. Ik dacht gewoon van, hé, ik doe gewoon zo dit vastmaken en ik ga naar de winkel. Ik denk, ja. Oh, vrouwen mag ook. Gewoon vriendschap. Niet voor... met benefit. Vriendschap met benefit. Ja, actieklauw. Ja. Ja, actieklauw. Maar dat, ja, weet je, het is mijn, Laura, je bent ook zo lekker gek, hè. Weet je, het is, mijn Facebook wordt sowieso wel gedeeld, weet je, door Barry en zo. Dus daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Dus, ja, ik moet gewoon een Facebook aanmaken. En dus eigenlijk komt er nou in één keer heel veel erbij kijken. Want je moet nou, hè, ik heb nou dit allemaal gekocht. En dan heb je toch een beetje verplichting of zo voel ik het voor mij dan natuurlijk. Want ja, mensen willen wel waar voor hun geld. Ja, en die lippen lekker blijven vette mensen, want zo'n avondje lekker in de kou, of 24 uur in de kou en ook nog eens een keer bij Hogeveen, dan krijg je allemaal scheuren in je gezicht. Dus lekker vet houden, niet nat, maar vet. Want door het natte wordt het droog en wordt het schaal. Dus lekker blijven vetten. Hoezo, sorry Angelique. Voor wat? Oh, geen HBO, ging even fout. Oké. Okay. Maar we blijven natuurlijk voor jou gewoon zoeken, Angelique. En weet je wat het is? Ik vind het ook wel leuk om eigenlijk met die vrouwen, hè. Want ik heb heel veel vrouwelijke kijkers. Weet je, een beetje all you need is love te gaan doen. Weet je wel, gewoon, kijk, ik ben brutaal genoeg om ergens op af te lopen voor een ander. Niet voor mezelf, maar voor een ander. Dus ja, misschien een beetje, ja, dat als zo meteen wel de lockdown of iets komt, dat je wel een beetje warmte hebt en een beetje geborgenheid en een beetje liefde. Dus eigenlijk wil ik ook een beetje mijn eigen daarop gaan richten, weet je wel. Dat is wel wat voor mij. Gewoon een beetje brutaal, gewoon op iets afstappen en ja, dat. Voor een ander weet ik het allemaal goed te regelen, hoor. Voor mezelf wat minder. Maar voor een ander kan ik het wel goed regelen om aan een leuke vent of aan een leuke vrouw te komen. Wijf online. Ja. Maar ja, wat Claudia... ja, maar dan moet wel Claudia bijstaan. Claudia wijf online. Nee. Wouwje online? Nee. Ik zit te denken. Claudia's Club, die heb je dan. Ja.
Claudia van alles en nog wat. Dat hebben we ook. Ja, mensen, kom eens even met een creatieve naam voor de nieuwe Facebook groep. Of geen groep. Gewoon, dus dan, normaal kijk je zeg maar naar Claudia te Schegget. En dat wil ik eigenlijk een beetje privé of privé houden. Niet te veel, weet je. Want er komen gewoon te veel trollen. Je hebt geen overzicht wie er meekijkt. Helemaal niks niet. En vaak waar ik live ga, is er altijd wel actie te zien. Met politie en Romeo's. Agressieve mensen. Dus ik wil ook gewoon graag voor in mijn veiligheid daar controle over hebben. Ik kan zeg maar niet in mijn lijf zeg maar op mensen reageren of blokkeren of wat dan ook. Snap je? Dat, ik ben maar een eenmansbedrijf, hè. Kijk, ik heb wel nog steeds die aannemingsbedrijven heb ik. Maar ja, ik neem niks aan. En ik denk dat ik mijn uitzendbureau maar ga sluiten, want ik zend toch niks meer uit. Dus ik denk dat ik die uitzendbureau gewoon ga stoppen. Want dat is alleen maar een hoofdpijn, man. Al die mensen die willen gaan solliciteren, die willen allemaal een baan. Maar ja, mijn uitzendbureau, ik zend geen uitzendkrachten uit. Dus ja, dus ik stop gewoon met dat bedrijf. Maar mijn aannemingsbedrijf, die hou ik natuurlijk wel. Maar ja, ik neem niks aan. Dus ja, Klauw Online is ook ja, is wel een leuke. Klauw Online. Klauw's vloggie. Ja, en wat gaan we dan meer doen? Zondag sowieso. Dat gaat sowieso door. En misschien dat er morgen nog iets komt of wat dan ook. Dan wil ik ook nog wel gaan. Ja, ik zit eigenlijk een beetje te bedenken. Maar ik moet eerst ook nog al die spullen in elkaar zetten. Hè? Want ik ben maar home alone. En niet de slimste. Dus dat wordt nog lachen natuurlijk. Ik weet dat jullie mee zouden willen kijken hoe ik het in elkaar zet. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat snappen jullie wel toch? Maar ik vind het wel een handig ding zo. Dat staat hier maar zo lekker op tafel. En je hoeft niks te doen. Kijk. Bij de Action. Super handig. Kijk, die microfoon zit er niet bij inbegrepen hoor. Maar ja, weet je, dat plekje hou ik wel vrij. Hè, stel dat ik een leuke vent, krijg. Dan mag hij er wat heel anders in douwen dan de microfoon. Dan praat ik daar wel doorheen. Dus daarom doe ik geen microfoon erbij. Hou het plekje gewoon vrij, zeg maar, voor wat anders. Ja, weet je, eigenlijk wel lullig zo. Het staat hier zo. Ik kan zo'n hele dag vol lullen, joh. Maar ja, dat is hier niet veel te beleven. Maar zo handig is het nou. Je kan er gewoon lekker bij zitten, sigaretje erbij. Het gelul is er gewoon uitgegaan. Ja, onder meer. Morgen Den Haag. Nee, morgen is het toch met die Sinterklaas op tocht, of niet? Eigenlijk zit ik wel heel hard nee te roepen, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Laura, vertel eens wat er morgen ook weer was. En ook graag mijn link delen. Weet je wel, dus zodat het tikkie ook gewoon rondgaat. Kijk, ik wil natuurlijk niet schooien of zo. Maar het is ook voor anderen. Het is niet alleen voor mij. Snap je? Het kost allemaal genoeg om overal heen te rijden. Heel veel mensen denken daar niet over na. Maar aangezien ik een vrouw ben die graag van zorgen houdt voor iemand. Dus ja, moet je ook daar dingen voor aanschaffen. En bekertjes, lepeltjes, melk, suiker. En ga zo allemaal door eigenlijk. Blikjes drinken heb ik. Koek, snoep, cake. Dus, Laura, vertel eens even. Je kan eigenlijk ook wel een streamjaart openen, weet je wel. Dan kun je gewoon daar lekker slap ouwen. Volgens mij is het morgen die Sinterklaas optocht. Maar niet. Nee, maar die is morgen in Utrecht, toch? Of ergens. Oh, nee. Sorry.
Nee, ik ben daar geen type van. Nee. Nee, ik kan ze ook in slaap vallen, weet je wel. Ik vind het echt super dat heel veel mensen dat wel doen hoor. Want dat is gewoon zeg maar met elkaar verbinden. Maar ik ben daar heel nuchter voor. En weet je, ik ben toch recht voor z'n raap, snap je? Dus als ik wat wil zeggen, dan zeg ik het toch wel. En bij zoiets zijn het toch vaak mensen die niet zoals mij zijn, zeg maar. Dus nee, dat gaat het niet worden. Maar waarschijnlijk andere bekenden van mij die erheen gaan. Dus ja. Ja, dat heb ik nog meer te vertellen. Oh, wist ik helemaal niet. Want vorige week heb ik die live ook gezien. Maar dat was wel. Er was er maar eentje die gewoon echt. Zoals mij is, laat ik het zo zeggen. Die had er wel echt scheid aan hoor. Die. Ja. Want ik had gehoord dat. Wat is het? KOZP ook ergens heen zou komen morgen, maar is het, dus dat is afgelast. Ja, weet je, ik vind het gewoon erg dat onze cultuur gewoon naar de kloten gaat. Gewoon ons Nederland. Weet je wel, want na Sinterklaas, wat dat ga je dan krijgen? Dan worden we ingekort op onze kerst. Of als een oud en nieuw. Weet je wel, wat dan ook. Kijk, dat vind ik gewoon erg, snap je? Dat. Nederland gaat gewoon, ja, is al naar de kloten, maar het gaat nog veel erger worden. En ik ben vandaag in de Action geweest, bij de mediamarkt. En mensen, die weten de helft niet, joh. Ik maak van, kom op. Weet je, we moeten gewoon echt mensen wakker gaan krijgen. En samen gewoon, kijk, die verbindingsdagen of uren, daar doe ik niet aan mee. Maar ik vind wel gewoon, alle groepen moeten samen gaan komen. Dus opstand in Rotterdam, opstand in Verzet, weet je, ga zo maar door. Dus al die regio's moeten gewoon met elkaar gaan komen en we moeten met elkaar in actie gaan komen. Weet je, gewoon alleen de boeren, alleen, ja, die komen al heel ver, maar die hebben gewoon goede organisaties, die boeren. En misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de boeren, maar ik vind gewoon, je moet de horeca, de boeren, de vissers, de kermis. Ja, noem het maar op. Je moet gewoon echt gewoon allemaal samenkomen. Met een paar groepen ga je dit niet redden. Echt niet. Ja. Ik weet dat het heftig was vorige week. Met die kick-out Zwarte Piet. Maar je moet gewoon mensen hebben die gewoon. Kijk naar Duitsland. Ik bedoel, we hebben beelden gezien. En dan, ja, de politie die kan alleen maar kiezen voor waterkanonnen. Want anders gaan ze het ook, weet je, anders redden ze het ook niet. Maar wij hebben dus, heb ik gisteren vernomen, hè? Wij hebben 40.000 agenten. Maar we zijn met 17 miljoen mensen. Er moet toch wel iets zijn dat we wat gaan bereiken, of niet? Vind ik. Dus, ja. En ik kan zo de hele dag live zijn eigenlijk, want dit is gewoon perfect zo. Maar wel jammer. En het enige wat ik kan zeggen is van, ja, deel het filmpje. En ik ga straks nog even kijken of ik eventueel morgen nog ergens naartoe kan gaan. En daarom is dat tikkie gewoon erg belangrijk om andere mensen te kunnen helpen en om zelf ook ergens naartoe te kunnen. Ja, Angelique, het is gewoon echt triest, hè? Gewoon ook hoe gewoon de zorginstanties allemaal zijn. Weet je, er zit ook gewoon echt een verdeeldheid in, hè? In die zorginstanties. Weet je, dan heb je bijvoorbeeld, stel je hebt 10 begeleiders, dan zitten er 5 bij, bijvoorbeeld of 6 erbij, die zijn echt wakker en die weten het ook allemaal goed te vertellen. Maar ja, die andere 4, die maakt jou weer moe en gek. En die doen of je schurft hebt, weet je wel. Met die afstand houden en noem het allemaal maar op. Met een mondkapje op en weet ik het, weet je wel. Ik bedoel,
Het is alleen maar hoofdpijn. Weet je wel? En dan denk ik bij mij eigen van elke zorg. Iedereen die in de zorg werkt. Dus heb ik even buiten de corona-afdeling. Weet je wel? Doe dan van die doorzichtige ding op of zo. Want je moet gewoon wel mensen kunnen zien. Weet je, je kan niet aan iemands voorhoofd zien of diegene een beperking heeft, of wat diegene slechthorend is, of snap je? Ik ben iemand, ik hou wel graag van de mensen in het gezicht kijken en ook gewoon naar de mond. En daarom zeg ik ook lekker blijven vetten ook, want anders wordt die mond er niet mooier op, hoor. Is die bij mij al niet? Maar gewoon lekker blijven vetten, dus niet nat houden, maar vet houden. Anders wordt het alleen maar droog en schaal. En dan krijg je gewoon zo'n Pieper de Clown gezicht krijg je dan. Maar ja, ik vind het gewoon belangrijk. Dus ik voel me nou net zo'n debiel, weet je wel, die nou gewoon tegen een telefoon aan zit te lullen. Hey Cor. Ja, weet je, de ene, ik weet precies wat je bedoelt, Angelique. De ene komt wel gewoon zoals ze zijn en de ander doet tegenovergestelde. Het is gewoon triest voor woorden. En als je zeg maar, hoe jij woont, zo zie je wel iemand en zo zie je niet iemand. Ik vind dat gewoon zo slecht. Weet je, we gaan gewoon allemaal gewoon één regel maken. En kom desnoods bij je cliënten op 1,5 meter van de deur afstaan of zo. Of weet ik veel wat. Maar je kan niet zeggen van, ik ga niet naar mijn cliënten omkijken of naar de bewoners omkijken. Dat kun je niet maken. Weet je, dat vind ik gewoon erg. Dat het gewoon bestaat. Gewoon, ja, dat mensen dat gewoon doen. En ja. Weet je, ik kan mijn bek wel blijven opengooien. Maar in mijn eentje ga ik het ook niet redden. Snap je? En daarom ben ik echt blij dat mensen mij gisteren echt hebben geholpen. Met die actie van die tikkie. Waardoor ik dus die dingen allemaal heb aan kunnen schaffen. Waardoor ik gewoon toch. De kleine dingen voor de anderen, weet je, voor de mensen kan doen. Dus toch een bakje koffie aan kan bieden en dat soort dingen. Het zijn de kleine dingen die het hem doen, snap je? Weet je, het hoeft allemaal niet groot, groot, groot of wat dan ook. En elke kleine beetjes helpen. De ene kan iets meer missen als de ander. Je kan niet in iemands portemonnee kijken. En weet je, laten we elkaar gewoon helpen om verder te kunnen komen. Snap je? Ik bedoel, stel dat mijn buurman. Ik noem even wat, hè. Stel dat mijn buurman graag mee zou willen. En bijvoorbeeld die kinderen, of broers, zussen, weet ik veel wat. En ze hebben het wat minder. Dan kan je zeggen, nou, hier heb je benzinegeld. Ga alsjeblieft mee. Hoe meer mensen komen, hoe meer mensen wakker worden, hoe beter het is. Dus daarom deel ik ook gewoon dat tikje. Tikkie, zodat ik ook anderen kan helpen, dat ze mee kunnen. Want het is de bedoeling dat je juist met meer gaat komen. Met meer. En dat je elkaar ook blijft steunen. Ik ben zo van, we gaan. Want zoals dan afgelopen zondag. sorry. Dan worden de twee mannen worden uiteindelijk losgelaten. Maar de telefoon wordt niet teruggegeven. Ja, en dan vind ik ook van, ja, we moeten blijven. Ook voor die telefoon. En uiteindelijk was het wel een mooie actie. Dat we gewoon echt wel uren om het politiebureau hebben gereden. Met echt zwaar geluid. En echt met auto's achter elkaar. Met lichten. Dat de politie ons gewoon echt zat was. Die was ons gewoon echt zat. En hij wilde ook niet meer discussiëren. Nou, ik was nog niet eens begonnen met een discussie. Dus erg jammer ook. Maar hij was wel goed chagrijnig, weet je wel. En op zo'n manier moet je gewoon wel zorgen. Kijk, heb je 5 auto's? Ja, wat ga je bereiken dan? Helemaal niks. En afgelopen zondag, ja, was ik wel echt gewoon. Ja, vond het wel vet dat gewoon best wel heel veel auto's er waren. Ook van andere culturen die wel mee in opstand kwamen. Ook voor de twee mannen, maar ook voor de telefoon. Ja, daar hou ik van. En ik kan die mensen alleen maar respecteren, weet je wel. En iemand die niet mee kan. Probeer die mensen dan wel gewoon zoveel mogelijk te steunen. Dat. Want ja, op een gegeven moment, de manager, want we zijn al vanaf, ik niet, maar de meeste, bij heel veel wel, zijn al bijna al een jaar aan het demonstreren. Weet je, het kost gewoon een hoop geld. Weet je, dat is gewoon bijna niet op te brengen. Van de andere kant van Nederland naar Den Haag. Het is 2,5 uur rijden. Nou ja, het tikt aan.
En dan even een ditje en datje. Stel dat je een boete krijgt omdat je gewoon scheid hebt aan de overheid. En dat je gewoon goede beelden wil laten zien. En dat je dan gewoon de confrontatie opzoekt. Ja, dan is de kans heel groot dat je een boete kan krijgen om wat voor reden dan ook. Snap je? Maar dan sta je er wel in één keer alleen voor. Dat is hartstikke leuk dat je dan live bent en dat iedereen met je meekijkt. Maar als je dan ook de lasten zelf mag dragen, ja, dan is het gewoon heel erg. Kijk, en wat er gisteravond gebeurd is, heeft mijn hart zo verwarmd bij Barry. Ja, dat geeft mij nu alleen maar meer energie en meer kracht om door te gaan. Snap je? Want ik heb nu niet het gevoel dat ik alleen sta. Het is eigenlijk zo van, altijd heb ik voor een ander gezorgd. Ik heb altijd voor een ander klaargestaan. Ik heb eigenlijk nooit naar mezelf gekeken. Of weet je wel, ik heb met mezelf eigenlijk altijd vergeten. En eigenlijk het gevoel van een Remy. En ik werd gelukkig door anderen te helpen. Weet je wel? En geef niet, vrouw. Angelique, geef niet. Je bent nog steeds, weet je wel, je bent niet verplicht om iets te geven. Snap je? Maar je bent er wel altijd. En dat is ook wel hartstikke leuk. Snap je? Maar hetzelfde is, kijk, jij staat onder bewind. En wat ik ook eigenlijk wil gaan doen is, gaan de mensen tikkies betalen? Dan wil ik gewoon zelfs mensen die onder bewind staan, of mensen die het gewoon slecht hebben, daar wil ik hoogpersoonlijk gewoon eten heen brengen. Zodat die mensen toch, hè, of vrouw, man, kinderen, het maakt mij echt niet uit, groen, zwart, geel, homo, hetero, lesbi, het maakt me echt allemaal niet uit. Als je het kan gebruiken, wil ik er voor je zijn. En daarom vind ik het belangrijk om mijn tikkie te blijven delen. Al maakt iemand maar een euro over, alle beetjes helpen, waardoor ik weer anderen kan helpen. En zo helpen we elkaar. Kijk, ik ben gisteren zo hard verwarmd, en dat weet Erik ook, ben ik zo hard verwarmd, ben ik geholpen. En de mensen die mij gisteren hebben gezien, die hebben ook gezien dat ik echt ontdaan was. In mijn gezicht. Ik werd er echt emotioneel van, want ik ben dat niet gewend. Ik ben niet gewend om te ontvangen. Ik kan alleen maar geven, geven, geven. En dat kost op een gegeven moment een keer je kop natuurlijk. Dat is ook waar. En nu ben ik gisteren geholpen om dingen te kopen, om op een fijnere manier lijf te kunnen gaan, waardoor mijn lichaam het makkelijker aan zou kunnen. Ik heb heel zwaar spierziekte. En mijn polsen doen ook zoveel pijn, dan moet ik ook gaan geopereerd worden. Maar dan kan je wel mensen op een leuke manier beelden laten zien, waardoor het minder van mezelf kost. Het kost natuurlijk een hele hoop van mijn energie en mijn vermoeidheid. Maar het geeft je wel, weet je, ik heb nou echt het gevoel van, ik sta er niet alleen voor. Dus snap je, ook die ene euro die je van iemand krijgt, is een bevestiging van, hé, ik ben er voor je. Ik steun jou in wat je doet. Snap je? Ik vind het leuk wat je doet. Dat is gewoon voor mij heel belangrijk. En ik heb nu door gisteravond, dan ga ik naar bed en ik blijf denken, denken, denken. Ik ben echt een denker. En dan wil ik gewoon, ik wil zometeen, of in ieder geval hoop ik met iedereen's hulp, door mijn tikkie, mensen te gaan helpen buiten de demonstraties om of buiten de stoets of wat dan ook, wil ik graag naar mensen toe. Zoals bijvoorbeeld Angelique, die eigenlijk niet weg kan. Maar die wil ook graag gezien worden, liefde en warmte ontvangen. Weet je wel? En door een tikkie te kunnen delen, kunnen we gewoon mensen helpen. Ik noem je maar even Vlekmans hoor. Ik ben nog niet naar de brievenbus geweest, sorry. Er is nog heel veel, gebeurd, dat weet je. Ik heb nog niet het moment gehad om even daar gebruik van te maken. Want je weet, de brievenbus is niet bij mij in de buurt. Je weet het verhaal, zeg maar. Dus dat laat ik je even weten als het kaartje binnen is gekomen. Maar super lief en je bent echt, echt een engel. Wat lief van je, Erik. Ik moet zeker naar mijn lichaam luisteren. Maar ik wil ook naar anderen kunnen luisteren.
Ik wil ook de anderen de liefde en de aandacht en het gevoel geven dat die mensen er ook zijn. Laten we eerlijk zijn. Elk jaar als de maand december op je afkomt. Ja, dat weet je wel. Het is misschien voor de kinderen die nog niks meegemaakt hebben, is het blijdschap. Maar voor heel veel mensen is het ook verdriet. Mensen hebben mensen verloren, dierbaren verloren. Ze zijn net gescheiden of zijn net vrijgezel geworden. Weet je, er zijn zoveel redenen wat kerst ook heel veel verdriet kan geven. Weet je, het is als ik jarig ben, heb ik niet het gevoel van, oh, ik word weer een jaar ouder. Nee, helemaal niks. Maar met oud en nieuw, dan heb ik het gevoel dat ik dus het jaar af ga sluiten. En ja, voor mij is oud en nieuw altijd best wel emotioneel. Want dan heb ik het gevoel van, oh, ik heb toch maar weer dat jaar overleefd. Ik ben er nog. Ik heb genoeg meegemaakt. En ja, de dingen die ik anders had gedaan in dat jaar, die ga ik het aanstaande jaar ga ik die dan ga ik veranderen. Dan wil ik daar zeg maar dingen in veranderen. En dan hoop je dat je een beter jaar hebt. En zo is voor mij oud en nieuw altijd vaak wel emotioneel en een bepaalde afsluiting, ja. Ja, en ik denk dat niet alleen ik is die daar de emoties in hebt, zeg maar. Dus ja, Angelique, ook voor jou, weet je, willen we er gewoon graag zijn. En je blijft jong. Ja, ach. Geestelijk blijf ik waarschijnlijk jong. Ja, volwassen zou ik nooit worden. Maar lichamelijk, dat wordt wel steeds moeilijker. Maar weet je, het is dan nog, wil ik gewoon, als het op deze manier kan, zoals ik nu de afgelopen uren sinds gisteravond ervaren heb, dat de mensen er voor mij waren. Ja, dat wil ik gewoon doorgeven en doorgeven en doorgeven. En ja, ik ben zeker, ik neem even een slokje water, want ik lul zo een hele livestream vol. Ik ben aan het denken om iets op te gaan zetten. Om voor mensen die in bepaalde situaties zitten. In een verzorgingstehuis. Op een gesloten afdeling bijvoorbeeld. Of mensen die eenzaam zijn. Of jouw situatie, Angelique. Of wat dan ook. Ik wil gewoon ook dat die mensen gewoon gezien worden en gevoeld worden, gehoord worden. En hebben ze het moeilijk met eten of drinken of wat dan ook. Ja, dan wil ik dat gewoon graag meenemen. En dat kan alleen maar met iedereen zijn steun. Dus ja, ik ben aan het denken om iets te gaan doen. Om er iets leuks van te maken. Dus eigenlijk misschien nog wel een soort evenementje on tour of zo. Weet je wel, dat je dan bijvoorbeeld laat ik eens een voorbeeld noemen. Dat we dan bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis gaan, weet je wel, met eenzamere mensen of die op een gesloten afdeling zitten, zeg maar. Om daar wat naartoe te brengen, met een paar, ook live te gaan natuurlijk. Om bijvoorbeeld iemand te laten zingen. Dus gezelligheid en kracht te geven. Dus er een klein feestje van maken, maar dan on tour. Dus dan ga je gewoon op die dag naar meerdere locaties om meerdere mensen blij te maken. En desnoods pak je er gewoon nog een paar dagen achteraan of om de dag. Dat is net wat mijn lichaam zegt. Maar dat wil ik gewoon zo graag gaan doen. Dat zal wel een wens zijn eigenlijk. Om bepaalde mensen op te zoeken. En natuurlijk mag er ook gevraagd worden van, zou je daarheen willen? Want daar is dat en dat gaande. Kinderthuizen. Heb ik ook wel wat mee om daar ook wel misschien nog wel wat mee te gaan doen. Dus en daar heb ik wel gewoon zeg maar mensen voor nodig. Om zeg maar donaties te gaan krijgen. Om dat soort dingen te kunnen verwerkelen. Want je kan het niet in je eentje. Dat ga je niet redden.
Dus daarom hoop ik gewoon dat er mensen zijn die zeker gaan helpen. Ja, dat klopt, Erik. Maar weet je wel, hoe moet ik het zeggen? Ja, weet je, het hoeft niet allemaal zeg maar het hoeft niet in één dag te zijn of wat dan ook. Je kan het ook verspreiden, maar ik wil zeker, wil ik gewoon dit gaan doen. Ja. Ik ben ook even ondertussen even iets aan het opstarten hoor. Want ik heb de laptop ernaast. Maar ik moet nog zoveel doen hè. Dus ja, weet je wel, dus ideeën zijn altijd welkom. En of locaties, dat je denkt van ja, die mensen hebben het echt nodig. Een verzorgingstehuis, mensen, terminale mensen bijvoorbeeld, kinderen, gezinnen die het echt slecht hebben. Dankjewel Jan. Nou ja, Jan heeft mij ook uit de goot geholpen, jaren geleden. Dus dat is ook wel fijn om te vermelden. En weet je wat het is? Je hebt mensen die hebben bijvoorbeeld geen ervaring met demo's. Dat kan. Je hebt ook mensen die hebben dan wel weer ervaring met het financiële, met hulpverlening of met voedselbanken of wat dan ook. Kijk, en zo kun je met meerdere mensen die dus zeg maar intelligent zijn, hè, of hoe zeg je dat, een eigen specialisme hebben, zeg maar. Zo kun je elkaar ook weer helpen, want we gaan elkaar echt nog nodig hebben. Geloof me, weet je wel. Ik bedoel, ik heb toch schijt aan die lockdown. En weet je, niemand gaat mij toch sowieso tegenhouden om naar iemand toe te gaan, om iemand eten te gaan geven, of iemand bloemen te gaan geven, of een taartje, of liefde, of whatever. Niemand gaat mij tegenhouden. Niemand. Dus dat maakt mij, zeg maar. En ja, ik denk dat ik dan zeg maar wel met die instelling wel ver gaat komen. En ja, je kan het niet alleen. Ik heb jullie ook nodig daarin. Snap je? En ik hoop dat we gewoon met z'n allen zeg maar samen kunnen komen. Waardoor ik... ja, Cor, ik heb zeker ook wel aan jou gedacht omtrent zingen. En ik ken nog een paar andere zangers die op de A-lijsten staan. Dus A-artiesten, die ik gewoon persoonlijk ook ken. Dus ik weet ook dat ik die mensen ook wel mee kan krijgen in een... in bijvoorbeeld, zeg maar, zo'n tour, of hoe zeg je dat? Ja, dat je gewoon, zeg maar, zo'n rijdende tour bent, waardoor je mensen kan helpen, zeg maar. Ja, dus zeg maar, ben je een half uurtje hier, ben je een half uurtje daar. Ja, zo kun je elkaar helpen. Ja, inderdaad, Erik, zelfs een praatje. Weet je, je weet zelf hè, hoe wij wel eens 's avonds zitten hè, met ons clubje, hè. Nou ja, dat kan, weet je, de eerste keer dat ik dat deed, ja, dat deed me gewoon zoveel goeds, hè. Ik bedoel, eerst had ik echt het idee van, weet je, ik ben vrijgezel, ik ben aan het verhuizen, ik heb eindelijk mijn wagen, en het is wel een tijdelijke wagen, maar, hè, dus ik, het begin is er, weet je, en dan zit je s'avonds met een aantal mensen, zit je dan in de StreamYard, of bij Barry, en dan, weet je, het deed mij zoveel. En ik voelde me ineens niet meer eenzaam. En niet meer alleen. En weet je wel, dat zijn dingen wat ik gewoon de afgelopen maanden geleerd heb. Van je bent niet alleen. En als we elkaar zeg maar op deze manier gewoon kunnen helpen. Ja, waarom niet eigenlijk? Ik bedoel, het hoeft geen miljoenen te kosten of iets, snap je? Ik bedoel, het zijn gewoon de kleine dingen die het hem doen. Ja, Cor, zeker. Ik bedoel, man, ik ken je heel lang. Ja. Maar,
Ja, weet je, ik zou het ook leuk vinden als mensen met ideeën kwamen. Volgens mij is het alweer avond, of niet? Hoe laat leven we eigenlijk? Ja, een kwartier over vijf. Maar ik zou ook wel graag ideeën willen. Weet je, of als je bijvoorbeeld iemand kent of een locatie kent, dat je denkt van ja, daar moet echt aandacht aan gegeven worden. Nou ja, ik heb sowieso al één locatie in gedachten. Dat is zeg maar een gesloten afdeling voor mensen die zwaar dementerend zijn. En daar wil ik sowieso naartoe. Maar die contact moet ik nog even leggen. Dus waarschijnlijk iemand die ook meekijkt, die herkent zich in de locatie. Dus daar ga ik nog even contact mee opnemen om te kijken van hoe of wat. Maar ja, sowieso wil ik gewoon meer mensen. Hoop ik gewoon dat meer mensen gaan helpen. En dat hoeft niet met demonstraties of risico's. Want bij demonstraties zitten ook risico's aan vast, hè? Ik bedoel, je wordt zo meegenomen of zit je weer een paar uur vast of boetes of wat dan ook. Ik bedoel, ik snap dat sommige mensen dat liever niet willen. En daarom zit ik eigenlijk nu gewoon tegen jullie te praten en te denken en denken tegelijk. Van ja, misschien kunnen wij dus ook gewoon buiten demonstraties, buiten acties om met elkaar gaan verbinden met de mensen die ons juist nodig hebben. Dus mensen die dementerend zijn, terminale mensen, kindertehuizen. Blijf aan mijn lijf huizen misschien als vrouw zijn, dat ik misschien wel naar binnen kan om de mensen daar te steunen. Je hebt ook natuurlijk blijf aan mijn lijf huizen voor mannen. Het is niet alleen maar voor vrouwen. Psychiatrie. Ja, er is zoveel waar we aandacht aan kunnen geven. Weet je wel, ik bedoel, het is niet niks hoor. Weet je, over al die regels met een lockdown en zo'n melkkorf op en noem het allemaal maar op. Nee, dat wordt voor heel veel mensen ook gewoon wel moeilijk en heel zwaar. En misschien moeten we gewoon daar wat meer tijd en energie in gaan steken. Ik wil het zeker doen en ik sta er zeker voor open. Maar nogmaals, in mijn eentje gaat het niet lukken. Dus. Ja, even kijken wat daar zit ik. Even kijken. Moet even een reactie lezen hoor. Ja, maar. Nou ja, is goed, Cor, dat komt wel goed. Ik ga sowieso geen telefoonnummers en dat soort dingen uitdelen. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel begrijpen waarom. Maar ja, ik hoop gewoon echt van harte dat mensen gewoon dit videootje gaan delen. En ik ga echt nog wel zeker terugkomen met bepaalde ideeën die ik heb. Nou ja, de ideeën die weten jullie al, maar om het ook gewoon. Om het ook te kunnen gaan doen, zeg maar. Dus ja, en dan kan. Ik ga ze ook alles gewoon, zeg maar, bewijzen. Ik laat ook alles zien. Dus we krijgen geen achteraf gelul van dit of dat, zus en zo. Nee. Dat gaan we niet doen. Ik bedoel, ik heb ook bonnen. En die bewaar ik ook allemaal. Dus het wordt gewoon ook gewoon aan anderen besteed. Want nog steeds heb ik moeite met ontvangen. Dus als ik ga ontvangen, wil ik het ook gewoon weer delen. En dat is gewoon zeg maar het fijnste wat er is. Dus zo leer ik weer. En zo blijf ik ook gewoon nog mezelf om er voor anderen te zijn. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En ja, volgens mij heb ik al best wel een aardig tijdje vol zitten lullen, toch of niet? Nou, misschien heeft iemand nog een vraag of een idee of. Is goed, Muts?
Ja, Barry. Ik heb dat. Want ja, ik ben dus nu live en volgens mij al even. Dus ik kan het wel weer even opnieuw doen hoor. Dat is ook leuk. Nou, ik zit nou dus zeg maar op zo'n houder. Dat is dus deze. Dus dat is. Dit is zeg maar verlichting. Nou, dat zie je bij mij ook dat ik de verlichting aan heb staan. En mijn telefoon zit erin geklikt. Dit is gewoon een microfoon, die zit er niet bij inbegrepen. Maar wel, ja, heb ik ook niet nodig. Dus eigenlijk staat mijn standaard gewoon hier. En ik kan gewoon alles doen. En dan heb ik deze. Die is gewoon ideaal voor op de auto. Weet je wel, dus dat het niet wegrijdt. Dan heb ik ook nog wat Onrecht TV ook waarschijnlijk heb. Dus dat gewoon zo bij het voorraam van de auto. Dus dat houdertje wat jullie mee hebben gemaakt met de boeren, dat mijn telefoon gewoon elke keer van die dashboard afviel. Hoeft dus nu niet meer. Die hebben we. En dan hebben we de koffer. Waar dus de body voor de bodycam in zit. Er zit ook zeg maar nog iets in wat je gewoon zeg maar op je hoofd kan zetten, waar je telefoon in kan klikken. Ook nog een selfie stok. Alles zit hierin. Ik heb volgens mij nog. Oh ja, hier het kartonnetje wat eromheen zat. Er zit dan zeg maar. Zo'n heel pakket was het. Even kijken hoor. Er zat een heel pakket op. Even kijken, een selfie stick. En ook nog zeg maar zo'n standaard. En nog iets van een andere houder. Het is eigenlijk dan zeg maar voor zo'n pro-cam is het zeg maar. Maar met advies van die jongen heb ik zeg maar deze erbij aan moeten schaffen. Die en deze. En dan kon ik gewoon in plaats van zo'n pro-cam kon ik gewoon gebruik maken van wel die hele pakket. Maar dan had ik alleen deze twee dingen nodig. Dus een heel pakket. En dan hebben we ook nog verlichting, Barry, voor 's nachts of hè, dat we goede verlichting hebben met LED. Dus selfie light is dat, met lens. Hartstikke leuk. Moet nog even kijken hoe dat werkt. En Barry, het belangrijkste heb je natuurlijk gemist. De Senseo. Kijk, ik zou dus eigenlijk met een gewone Senseo. Zou ik gewoon natuurlijk voldoende hebben. Want ik ben maar alleen. Maar toen dacht ik van, nou, hè, het is gewoon gedoneerd, hè, met tikkies. En super lief. Dus ik dacht, dan neem ik een Switch. En dan kan ik gewoon een koffiekan mee vullen. Die zit er ook bij inbegrepen. Kan ik alsnog voor iedereen gewoon koffie maken. Nou, dan heb ik gewoon nog even een extra thermoskan gedaan. Maken we gewoon twee. Koffiekannen vol met koffie voor iedereen. Nou ja, plastic bekertjes hebben we gekocht. Suiker, melk, roertjes. Nou ja, ik moet alleen nog even koffie halen voor de gewone koffieapparaat. Ja, want ook paraplu's heb ik ook nog. Stel je voor dat het regent en je hebt het wel allemaal goed voor elkaar. Maar het regent, ja, dan ben je alsnog te lul. Dan kan je wel gewoon goede materiaal hebben nu. Hè? Ik ben gewoon helemaal. Hip, hip. Ik heb technologie die ik nog nooit van mijn leven gezien heb. Dus het wordt nog lachen met in elkaar zetten. Je lacht je eigen rot. Maar ik ben helemaal up-to-date om live te gaan. En toch beter voor mijn spierziekte, zeg maar. En ik had ook nog zo'n ding wat je gewoon zo kan zetten. Hè? Zo'n ding hebben we ook nog. Maar hoe dat werkt, weet ik nog niet. Even een beetje vouwen of iets. Of dat. Maar dus alle materialen heb ik nu om gewoon helemaal vet lijf te gaan. En gewoon lekker gemakkelijk voor mij. En het in elkaar zetten. Ja, dat moet straks allemaal even gebeuren. Maar zien we wel even. Nou, en daarbij heb ik dan dus voor de switch gekozen. Dat het ook gewoon weer goed voor een ander is. Dat ik dus gewoon koffie kan zetten voor anderen. En dan weer meenemen. Dus dan hoef ik dus de Senseo niet meer mee te nemen. En dan gaat de Senseo ook niet meer kapot.
Want dat was wel even een. Ja, even een baalmomentje, zeg maar. En wat jij van nog meer? Dus Barry, ik ben wel aardig geslaagd eigenlijk, hè? Dus van paraplu tot aan bekertjes, tot aan ja, koffie en alles. Want ja, weet je wat is, als je dan zeg maar met de boeren en alles bent, hè, of met andere demo's, het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je heen gaat. Dan ga je naar, weet ik veel. Iedereen wil koffie. Weet je wel? Dus hetzelfde als bij koffieapparaat op 12 volt. Ja, die heb ik niet. En weet je, dus daar kan ik ook niet, waarschijnlijk ook niet veel mensen mee voorzien. Dus, en mijn eigen senseo, wat bij mij dus gewoon in mijn keuken stond, om zelf 's ochtends lekker een bak koffie te nemen, kon niet meer, want die was dus doormidden, omdat ik iedereen wil helpen. En is er een ongelukje gebeurd, is die dus gewoon dwars doormidden gegaan door een kofferbakklep. Dus ja, ik had geen senseo meer. Ik lig hier in een deuk, praat tegen jou, ja. Zoek je een aanstekerplug? Nee, ik heb wel gewoon, hoe zeg je dat? Gewoon wel voor je oplaaier en dat soort dingen, maar geen koffie voor in de auto. Daarom maken we het. Dan heb ik een extra thermoskan heb ik. En er zit een thermoskan bij de senseo-apparaat voor de mensen. Dus volgens mij heb ik dan geen koffiezetapparaat voor in de auto mee nodig. Want dit is denk ik wel de makkelijkste manier. En plastic bekertjes heb ik. Of papieren bekertje, want plastic bekertje kan je niet meer kopen. Dus ja, ik ben wel goed geslaagd, Barry. En ja, het was ook hartverwarmd wat er gisteren gebeurd is. Even een sigaretje opsteken, hoor. En Barry, ik was net ook aan het vertellen van dat ik eigenlijk door het gevoel wat ik zeg maar gisteren zelf kreeg. Dat mensen mij in één keer begonnen te steunen. En ja, zo hard verwarmd was dat. Dat jullie, ja, weet je wel, dat mensen gewoon zagen dat ik, ja, ik was gewoon stil. Snap je? En dat, die zag ook aan mijn ogen en zo, dat ik gewoon, en ik ben niet snel stil te krijgen. Ben ik ook gaan denken van, ja, ik ben nu, hè, ontvangen is mijn probleem. Daar kan ik heel moeilijk mee omgaan, om dingen in ontvangst te nemen. Want ik ben altijd alleen maar gewend om te geven. En nu heb ik zo zitten denken van, ja, weet je, het is zo fijn dat mensen, ik bedoel, sowieso voel ik me gezegend door het feit dat mensen steun hebben laten zien. Dus dat houdt in, hè, dat ze mijn lijfs leuk vinden, dat ze mijn humor leuk vinden en dat ze er ook voor me zijn en weet je wel, dat. En toen ben ik eigenlijk gewoon gaan denken ook, gisteravond en vannacht, van ja, ik wil dus ook acties gaan beginnen voor de mensen die het net nog niet gezien hebben. Om mensen die dan zeg maar moeilijk hebben met eten, of ik wil graag bijvoorbeeld naar verzorgingstehuizen, mensen die op gesloten afdeling zitten, die gewoon zwaar, hoe zeg je dat, dement zijn. Die zitten dan op gesloten afdelingen. Ik wil gewoon iets organiseren dat je gewoon zeg maar Claudia on tour. Om mensen liefde, een bloemetje of knuffels of weet je wel, op alle manieren mensen een warm hart toe te geven. Weet je, er zijn mensen die dus gewoon eenzame kerst hebben of iemand verloren hebben. Ja, en voor die mensen wil ik me eigenlijk gewoon heel hard gaan maken. En ja, en daar heb ik dus gewoon iedereen zijn steun bij nodig. En daarvoor had ik dus dat tikkie ook gedeeld, ook voor anderen. Zodat ik zeg maar een plan kan gaan maken om dat te gaan maken. Om dus gewoon naar locaties te gaan. Je bent een goudklomp. Ja, ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar dankjewel Ria voor de lach. Weet je wel, dus eigenlijk wil ik gewoon met velen en weet je wel, gewoon ook aan mensen laten zien wat ik dan gewoon ga doen. Dus gewoon Claudia on tour en ook eventueel wat ik al zei met zangers, om even een klein feestje van te maken voor mensen die het hard nodig hebben. Mensen eten te brengen die het nodig hebben.
voor mijn part naar blijven mijn lijfs. Om mensen daar liefde te geven. Om voor die kinderen wat cadeautjes te brengen. Eigenlijk wil ik het zo groots gaan doen. Met allerlei verschillende onderwerpen. Verschillende, hoe zeg je dat? Instanties, instellingen, kinderthuizen. Weet je, het maakt mij niet uit. Maar ik heb jullie hulp echt nodig. En weet je, krijg ik jullie hulp. En met tikkies. Dan zal ik daar ook gewoon een plan bij gaan bedenken. En dan zal ik ook gewoon altijd live blijven gaan. Met delen van wat ik ga doen. Wat mijn plannen zijn. Dat is mij wel mijn wens eigenlijk. Om dat te gaan doen. Even kijken of ik even eentje kan blokkeren. Ik weet niet hoe dat werkt om iemand te blokkeren in een live. Maar dat komt wel goed. Ik hoop echt wat van jullie terug te horen. Idees. Kom maar op, zou ik zeggen. Weet je wel? En daar ga ik mijn humor, mijn liefde, mijn aandacht en mijn tijd wil ik daar zeker in gaan steken. En laten we gewoon met elkaar komen. Weet je wel? Heb jij behoefte aan een gesprekje? Heb jij behoefte aan liefde? Heb jij behoefte aan wat dan ook? Weet je wel? Kan je iets gebruiken? Heb je iets nodig? Laat het me weten. En Ik ben nu zo gezegend met gisteravond en met dit. Dat ik het gewoon voort wil zetten. Ik wil gewoon voortzetten. En het maakt niet uit of je nou geel, groen, paars bent. Homo, hetero, bi, transgender. Het maakt mij echt allemaal niet uit wat je bent. Maar laten we elkaar helpen. Weet je wel, laten we er voor elkaar gaan. En ik denk dat ik zoiets ga organiseren met Claudia on Tour. Ja, Claudia on Tour. Dat gaat hem worden. Dus, wil je mij nog wel? Ja. Ik moet even naar iemand toe. Dankjewel Jan. Ja, laten we gewoon met ideeën komen. En heb je iemand die mij zeker nodig kan hebben qua... Maar het maakt niet uit, jullie kennen me ondertussen de meeste. Dus mijn humor. Wil iemand bijvoorbeeld even knutselen? Of wil iemand even een bakje koffie drinken? Of het maakt niet uit. Maar zolang als ik jullie hulp heb, dan kan ik dat waarmaken. En kan ik gewoon... Heel veel mensen blij maken. Heel veel mensen blij maken. En dat is gewoon wat we het beste wat we kunnen gaan doen. Is juist naar bepaalde categorieën om gaan kijken. Voor de mensen die dus niet kunnen demonstreren. Voor mensen die dus gewoon er niet bij kunnen zijn. Maar laten wij dan gewoon naar die mensen gaan. Weet je wel? Laten we dan gewoon dat doen. Dus dat eigenlijk. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Om het door te gaan zetten. Dus Claudia on Tour. En laten we het mogelijk... proberen we het mogelijk maken. Zodat Claudia gewoon on tour kan. Ik heb een auto met genoeg ruimte. Er zijn andere... Ik ken artiesten. Gewoon echte A-artiesten. Die zeker ervoor openstaan om mee te gaan. Anita. Ik weet het. Weet je, het is... Dat zo is mijn hele leven al zo, Anita. Dus daar, weet je, daar leer je van, daar word je hard van. En ik kan wel heel stoer zeggen van Anita van, ik ga het afleren. Dat zit gewoon in mij. Dat zal ik nooit afleren om voor anderen klaar te staan. Om voor andere dingen te doen. Ja, en dat ik daarbij misschien nog wel 10 keer op mijn bek zou gaan. Ja, het zei het zo. Snap je, het zegt meer over de ander als over mij dan. Dus dat heb ik door de jaren heen zeker wel geleerd. En ik ben zat op mijn bek gegaan. Ja. Ik heb vaak zat gelopen huilen. Tuurlijk.
Maar is dat dan een reden om dan niet meer te gaan doen waar ik voor sta? Ja, nee, ik ben toch iemand die dat. Ik ben toch iemand die dat blijft doen. Ja. Ja, weet je, je kan op allerlei manieren kan je in de problemen komen, weet je wel. Dus nee, dat interesseert me niet. Ik ben al zoveel gekwetst en geraakt en gedaan. Dat houdt mij niet meer tegen. Nee. Dus laten we gewoon samen sterk staan. En laten we gewoon mensen blij maken met alles. Weet je wel, ik heb het niet over een Ferrari of wat dan ook. Al is het maar een bloemetje. Of al is het maar even met iemand een bak koffie drinken. Of wat dan ook. En ik wil ook geen stichting worden. Zeker niet. Ik wil dit gewoon vanuit mijn hart doen. Niet, geen stichting en geen bedrijf. En helemaal niks. Gewoon vanuit mijn hart. En ja, dan hoop ik gewoon dat ik jullie hulp kan krijgen. Dat is het enige wat ik kan vragen. Weet je wel, zonder jullie hulp zou ik dat niet in mijn eentje kunnen. Zeker niet. Dus ik hoop dat deze oproep gewoon mensen wakker maakt om te helpen. En elk beetje helpt of wat dan ook. Weet je wel, van kom met ideeën. Stuur me een bericht. Laat het me weten. En we gaan gewoon Claudia on tour. Gaan we gewoon in gang zetten. Niet lullen, maar doen. Ja, inderdaad. Dus, zijn er nog mensen die wat willen zeggen of willen vragen? Of ik zit hier nou toch. Ik had, kijken, ik had er net eentje toegevoegd. Claudia on tour, dat gaan we gewoon doen. Ja, Claudia on tour. Dat wordt gewoon mijn nieuwe Facebooknaam, zeg maar. Voor de lives. En om dingen in te delen. Om iets op te kunnen gaan zetten. En weet je, Claudia staat ook bekend onder zich niet houden aan de maatschappijregels. Dus ik vind het super lief van je, Anita, dat je die advies geeft. En ook Fonny, super lief dat je meedenkt. Maar ik ben gewoon ik. En ik heb gewoon scheid aan alle regels en noem het maar op. En ook lockdown houdt mij niet tegen. Dus iedereen gaat zien als met alle hulp die ik van anderen kan krijgen. Dat ik gewoon Claudia on tour gewoon door kan zetten. En dat gaat gewoon gebeuren. Klaar. Ja, weet je, Marianne, toppie. Weet je, je weet ook ondertussen hoe ik ben. En dat gaat zeker goed komen, snap je? Er is toch niemand die mij tegen kan houden als je mensen wil gaan helpen. Ik bedoel, mensen helpen op allerlei manieren, allerlei fronten. Ik bedoel, ik ben geen kledingbank, ik word geen voedselbank, ik word ook geen stichting. Ik wil gewoon Claudia on tour gaan zetten om mensen in de eenzame tijden. Dus mensen die gewoon gesloten op afdeling zitten, blijven aan mijn lijf, kinderen thuis of wat dan ook. Ik wil iets gaan doen om gewoon ook mijn liefde en jullie liefde voor de mensen die niet eens mee kunnen. Ook uit de naam van jullie allemaal naar dat toe te gaan, zeg maar. En gewoon de liefde verspreiden die je gewoon nu nodig hebt. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn bedoeling. En weet je wat het is? Ik heb gewoon ook de bonnen van wat ik vandaag gekocht heb. Die bonnen heb ik allemaal. Je ziet gewoon de spullen. Ik ben Claudia nog steeds dezelfde. Ik heb niks te verbergen. Ik ben wie ik ben. Ik heb dit in ontvangst mogen nemen. En dat is een gevoel die ik niet ken. Dat moet ik dus zeker nog leren. Maar ik blijf nu, dat heeft mij dus nu wel de kracht gegeven om door te gaan zetten. Dus
Ja, dus ik heb niks te verbergen. Bonnen blijven gewoon. Ik kan alles overhandigen. De beelden blijven komen. Mensen gaan zien wat ik doe. Mensen kunnen ook zien wat ik weggeef. Want het is gewoon per persoon heel anders wat iemand nodig heeft. Dus mensen kunnen alles volgen wat ik ermee doe. Dus het wordt niet, het is niet schooien om help Claudia de Winter door of zo. Nee, om andere liefde te geven die gewoon. Stel je voor, je zit gewoon op een gesloten afdeling. En je bent gewoon. Je kan niet weg, helemaal niks niet. En dan heb je ook nog al die regels. En je mag amper bezoek ontvangen of wat dan ook. En stel dat je die mensen gewoon zo op kan fleuren om. Of voor de deur van de gesloten afdeling. Of misschien kan je wel de verpleegkundige zover krijgen dat je dan toch de afdeling op mag om mensen de liefde te geven. Of zoals kinderthuizen bijvoorbeeld. Weet je, ik bedoel, ik weet hoe het is. Kinderen die afgestaan zijn, kinderen die gewoon uit huizen gehaald zijn, omdat ze zoveel meegemaakt hebben, huiselijk geweld. En stel dat je die gewoon al die liefde al kan geven met een beertje of weet ik veel wat. Weet je wel, dat zijn toch mooie dingen. Stel dat je gewoon. Dat er bijvoorbeeld twee artiesten die dan bijvoorbeeld daar eventjes lekker gek gaan zingen. Weet je wel? Noem het maar op. Weet je? Je gaat gewoon zoveel mensen gewoon vrolijk maken. Nee, maar weet je, het is de mensen die eraan mee willen werken. Ja, dan willen ze eraan meewerken. Maar als mensen er niet aan mee willen werken, dan houdt het op. Snap je? Ik ben geen bedrijf, ik ben geen stichting. Het is graag of niet. Dus als een verzorgingshuis niet mee wil werken, als een thuis niet mee willen werken, dan ik zal het niet gelijk bij één antwoord nee opgeven, dat doe ik niet. Weet je wel, dus dan zal ik toch nog heel veel proberen om dan toch nog te proberen om het voor elkaar te krijgen. Maar als hun niet mee willen werken, ja, wie ben ik dan? Ik bedoel, ik kom liefde brengen en geen haat. Dus willen mensen tegenwerken, ja, wie ben ik dan? Snap je? Ik bedoel, dan heb ik toch mijn best gedaan. Ja, als iemand niet mee wil werken, ik ga iemand niet opdringen, weet je. Het is gewoon met liefde en door liefde en anders niet. Kijk, mijn strijd die hou ik wel voor andere dingen. Zoals onrecht en. Ja, ik ken sowieso niet tegen onrecht en leugens en pijn. Iemand pijn doen, iemand verdriet doen. Weet je wel, ik wil juist het tegenovergestelde gaan geven. En dat ga ik ook doen. Dat ga ik ook opzetten. En wie, wat, waar, hoe. Daar kom ik graag op terug. Fonny. Het is logisch wat je allemaal zegt, weet je wel, met artiesten en dergelijke. Maar ik heb het niet over artiesten die je moet boeken of dat er een mannetje tussen zit. Nee, ik heb vrienden die artiesten zijn en die gewoon bij mij op de koffie zitten. Dus wat zou hun dan tegenhouden om niet mee te gaan? Kijk, er zijn ook wakkere artiesten die net zo wakker zijn als mij en vele anderen die ook. Het hele corona gebeuren, zo zat zijn op de manier waar ze het op spelen, die gaan gewoon mee. Dus als ik vanuit een busje of wat dan ook het gewoon even zo spontaan opzet, wat gaan ze doen dan? Nee, weet je wel, ik bedoel, dat gaat niet gebeuren. En artiesten willen graag optreden, maar ik heb geen tussenpersoon, ik heb geen, het is gewoon indirect contact hebben met. Dus. Ja, Erik, de muts is jouw terrein, niet mijn, hè? Dus Angelique, als we het over mutsen hebben, dan gaat het altijd standaard over Erik Vink. Erik Vink, die houdt van mutsen, hij maakt mutsen, hij zit in de mutsen en ja, het is een muts. Dus de mutsen horen daarbij en niet bij mij. Dus ja, wat wil ik nog meer vertellen? Ik ben nooit zo in mijn eentje zo lang live geweest, joh. Zo, hè, in beeld. Ja.
Ja, Anita, weet je, je weet wel wat ik bedoel, gewoon toch? Je weet ook wel hoe ik ben. En als ik zeg van dat gaat gebeuren, dan gaat het op die manier ook gewoon gebeuren. Ik bedoel, ik heb geen tussenpersonen ertussen of het is gewoon gelijk contact en met diegene overleggen wat diegene zou willen. En ik weet dat er al meerdere artiesten al zijn die zeker openstaan om ergens te gaan zingen. Ja, hoe bedoel je dat dan, Fonnie? Het gaat niet om artiesten, die willen allemaal wel pro of geen pro. Nou ja, dat weet ik niet. De meeste artiesten willen toch wel knaken zien. Dus, maar daar leven ze van. Want ik weet gewoon uit ervaring, als jij een artiest wil hebben. Ja, mensen, maak zeker een Twitch aan. Ook vast aan de pagina. Ja, ik ga een Facebookpagina maken. Dan denk ik, Barry, dat dat makkelijker is. Eventjes voor de eerste periode. Vooral voor aanstaande zondag. Om daar even een aparte Facebookpagina voor te maken. En dat wordt Claudia on Tour. En Claudia on Tour, dat kan dus op verschillende manieren zijn. Dus Claudia on Tour met een demo. Claudia on Tour met mijn wens om andere mensen liefde te gaan brengen en dat soort dingen. Dus on tour kan heel breed zijn. Kan heel groot zijn, kan heel breed zijn. Dus dat lijkt me dan wel het beste. Ja, weet hoe je bent, maar weet ook hoe het vanuit de zorg is. Bij ons komen ze nu niet hoor. En nu. Nee, weet ik Anita. Maar weet je, ik probeer. Ik heb het dan misschien nog niet zozeer over een verzorgingstehuis of wat dan ook. Kijk, als mensen mee willen werken, willen ze meewerken. Willen mensen niet meewerken, heb ik mijn best gedaan. En er zijn ook gewoon gezinnen die het ook heel moeilijk hebben. En die willen ook een hart onder de riem, snap je? Dus. Maar ik wil niks op gaan zetten. Voor de, weet je, eventjes voor de duidelijkheid. Ik wil niks opzetten. Ik wil gewoon on tour en dan spontane acties gaan doen. Waarbij je gewoon makkelijker ergens binnenkomt of waar mensen nog helemaal niet geweest zijn, snap je? Dus ik ga het zeker ook nog even of echt uitzoeken. Ik ben gewoon spontaan iemand die gewoon ergens op afgaat. En gaat het wel of gaat het wel? Gaat het wel, gaat het niet, gaat het niet. Dus zo gaat het gewoon gebeuren. En ik kan het alleen doen met jullie hulp. Zonder jullie hulp kan ik het, gaat het mij zeker niet lukken. De artiesten, de mensen die ook mee willen helpen om dingen te gaan plannen en organiseren, daar heb ik al genoeg mensen van die dat willen. Maar bijvoorbeeld het financiële steun, hè, dus, gewoon al is het maar een euro, alle kleine gebaren helpen, want hè, alle kleintjes is op een gegeven moment ook hè, iets. Dus ja, als mensen graag gebruik willen maken van mijn tikkie, zodat ik dus andere mensen daarmee kan helpen. Ja, dat is gewoon een droom. En dat is gewoon eigenlijk het enige wat ik wil vragen. Weet je wel? Het spontane komt uit mijzelf. De mens, weet je wel, de actie die ik dan op dat moment bedenk om ergens heen te gaan, is op dat moment mijn gevoel. En dan ga ik daarheen. Dus met of zonder toestemming ik heb er helemaal maling aan. Als ik iets wil, gebeurt dat. Maar dat kan niet zonder jullie hulp. Dat is het enige, ja. Ik zie mezelf ondertussen ook bij Barry live. Er zit wel best wel een vertraging in hoor. Dus hebben jullie een idee dat ik, als ik iets anders, als ik het anders aan moet pakken of als ik iets duidelijk moet maken, weet je wel, bijvoorbeeld zoals met een tikkie delen. Als jullie daar een idee op hebben, ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Sinds gisteravond ben ik iets wijzer geworden. Laat het me alsjeblieft weten. Weet je wel, want met jullie steun kan ik dingen gaan ondernemen. En kan ik heel veel mensen meekrijgen. En ik vind dat ook belangrijk. Weet je, er zijn al genoeg mensen die bezig zijn met demo's en mensen en genoeg bezig met punten maken en dat soort dingen. Maar ik wil dan toch voor deze kant gaan, zeg maar.
Stond dus ook te kijken wat Barry aan het doen is. Ja, Barry, bij waar je nu bent, dat is bij de. Ben ik bij de Mediamarkt geweest om die geweldige Senseo te kopen. Dus ja, daar ben ik echt wel blij mee. Om gewoon zeg maar. Ja, ik heb gewoon elke dag mijn eigen bakje koffie. Maar ik kan dus ook gewoon zondag gewoon koffie meenemen voor iedereen. Weet je wel, hoe leuk is dat? Ja. En weet je wel, ik. Ja, wat moet ik nog meer zeggen eigenlijk? Ik kan niet duidelijker zijn van. Laten we elkaar helpen, weet je wel. En op die manier kan ik namens jullie anderen helpen. Het maakt mij echt niet uit voor nie, weet je wel. Ik maak me daar allemaal niet druk om. Dat je pas maar op met tikkies of wat dan ook. Niemand kan mij scammen met mijn bank. Want het is gewoon een bankrekening waar je niks mee kan. Ja, dat wordt gewoon, dit wordt erop gezet. En je kan me niet scammen, helemaal niks niet. Want je kan er niks mee. Want het is gewoon een tussenrekening. En de belasting, daar heb ik ook maling aan. Het zijn allemaal giften. De bonnen bewaar ik. Ik zal het ook filmen of foto's maken. Dus fuck de overheid. Echt, fuck de overheid. Ja, ik heb gewoon spontane acties, Anita. Wat gewoon realistisch is om mensen te gaan helpen. Ik kom puur met liefde. En de Belastingdienst mag ook komen. Fuck de Belastingdienst. Uitkerende instanties ook. Interesseert me ook allemaal niet. Ja, ik kom om mensen te helpen. Ja, ik neem de lust, ik neem de lasten. Dus echt, maakt mij echt niet uit. Echt niet. Ik kan alles verantwoorden. Dat alles gewoon naar anderen gegeven wordt. Dus het zijn allemaal gewoon giften. En ik maak de andere mensen blij mee. En als een overheidsinstelling daar niet tegen kan, zegt dat ook weer genoeg over hun en niet over mij. Dus, en. Weet ik, Angelique, je hoeft je eigenlijk niet te verdedigen, hoeft niet. Dankjewel, Barry. Ja, dat is ook gewoon een goeie. Zo kan je het zien. Weet je, voor mij is het iets meer op. Ik bekijk het over de hele maand december. Dus niet alleen maar de Sinterklaas momenten. Ik kijk naar alle. Ik kijk over de hele maand december heen. Snap je? Dus ook kerst en het zijn gewoon de gebaren, weet je wel. Dus ik wil gewoon, het gaat niet alleen maar om Sinterklaas, in mijn geval. Wat ik graag zou willen, is niet wat alleen maar over Sinterklaas gaat. Het gaat ook gewoon verder, hè. Mensen hebben in januari ook hulp nodig. Mensen hebben in januari ook liefde nodig. Met oud en nieuw, met kerst, weet je wat ik bedoel, voor kerst, net na kerst. Er zijn zoveel. Ik kan zoveel dingen bedenken. Daar kan ik nog wel een week live blijven en gewoon doorpraten. Maar je moet het heel breed zien. Mensen verliezen mensen. Mensen worden emotioneel door de maand december. En december is een lange maand. Voor mij is oud en nieuw heel emotioneel. Want dan sluit ik een jaar af. Als ik jarig ben, voel ik me niet een jaar ouder. Dat gevoel heb ik dus met oud en nieuw. Met oud en nieuw heb ik het gevoel, het is weer een jaar voorbij. En hoe was dat jaar? Ik hoop dat het dan dat jaar, het nieuwe jaar beter wordt, fijner wordt. En ja, ook voor mensen met een beperking. Maar daar heb ik mij ook al meerdere keren voor ingezet. Bijvoorbeeld met Pasen. Heb ik ook 2 dagen Pasen heb ik helemaal voor ze georganiseerd.
begeleid wonen. Ze kregen dus 2 dagen ontbijt. Er werd 2 keer avondeten verzorgd door de patatzaak. Door een patatzaak, laat ik het even zo zeggen. Door een pizzeria. Door eieren. Supermarkt hebben paastollen gedoneerd aan mij. Ik ben gewoon heel brutaal naar de winkels zelf gegaan. En ik heb gewoon puur bij de winkels gevraagd wat ik nodig zou hebben om toe te voegen aan het pakket. En zo heb ik 20 pakketten mogen uitdelen bij woongroepen. Dus die wonen zeg maar zelfstandig, hebben een eigen voordeur, maar hebben wel 24 uur begeleiding. En die kregen gewoon dus 2 keer avondeten, 2 keer paasontbijt. En dan tussendoor hadden ze ook gewoon nog plantjes, chocola. Nou, je kan het zo gek niet bedenken en het zat er wel in. Dus ik heb wel vaker zulke acties dat ik mensen ga helpen en dat ik iets organiseer, zeg maar. Dus het gaat niet alleen maar om de feestdagen. En ik noemde dus nu even Pasen. En nu gaat het in dit geval over de maand december. En ja, voor sommige mensen is december gewoon heel gevoelig. En ja, dan hebben ze, weet je, al ga je met die mensen een bak koffie drinken. Het gaat er niet om. Die mensen die zullen dat gewoon heel erg op waarderen. En die afdeling voor die zwaar dementerende mensen die op een gesloten afdeling zit. Heb ik iemand die ook daar een partner heeft zitten. En daar kan ik altijd mee overleggen of we voor die mensen gewoon iets kunnen organiseren. En gewoon even, al is het maar een half uur, gewoon veel vrolijkheid brengen. En dan voelen die mensen zich ook alweer een stuk beter, snap je? Het zijn gewoon de momenten die je hebt. Wat ik al vorige keer ook gezegd heb, van luister, ik ben vrijgezel. En ik hoef geen rijke man of iets, weet je. Wat zijn de kleine dingen die het hem doen? Wat mis je dan bijvoorbeeld, weet je wel? Ik bedoel, corona en al die shit komt eraan. Maar wat mis je bijvoorbeeld? Een knuffel, warmte, geborgenheid. Het zijn, weet je, een goed gesprek of wat dan ook. Het zijn de kleine dingen die het hem doen. Weet je wel, ik bedoel, je kan wel een man krijgen met een Ferrari en weet ik veel wat. Wat ga je daarmee doen dan? Ik, ja, sorry, maar ik koop daar niks voor, snap je? Ik heb liever meer liefde, warmte, geborgenheid dan materiaal en dat soort bullshit. Dan heb ik niks aan. Dus ja, ik mis. Ik heb ook die momenten dat ik dat gewoon echt mis. Geborgenheid en liefde en aandacht en knuffel. Ja, en ik denk dat er heel veel zijn die dat hebben. Dus en ik denk dat ook gewoon daar, vanuit dat gevoel wil ik dus gewoon dingen gaan doen om mensen in eenzaamheid, mensen in verdriet, mensen in wat dan ook gaan helpen en steunen. Dus ja, het enige wat ik kan zeggen van mensen, help alsjeblieft en heb je een idee of wat dan ook, laten we gewoon veel liefde en veel blijdschap brengen. Ja, en ik ga nu douchen en eten. En straks even alle spullen in elkaar zetten. En dan gaan jullie mij morgen, en misschien morgen, maar zeker zondag live zien. En dan gaan we weer lol trappen en mijn humor en lekker lallen. En kijken wat de dag zich brengt. Dus, en met de juiste middelen kan ik dus nu alle kanten op. Dus ik heb nou, ik weet niet hoe lang ik live ben geweest, dus moet je nagaan. Maar ik heb aardig even serieus gepraat. Ik heb gezegd wat ik voel, wat ik denk. En we gaan het beste ervan maken. En zonder jullie steun, nogmaals, kan ik het niet waarmaken. Dus ik hoop zeker op jullie steun. En jullie gaan dan zien hoe wij dat gaan doen. En zoals jullie weten ben ik ook met Casper enige tijd geleden ook begonnen. En jullie hebben ook kunnen zien dat Casper op die manier het veel makkelijker had. Het werd wel een stuk gemakkelijker door die shelter shoot. Doordat hij ook zo'n bouldercar had om zijn spullen mee te nemen. We hadden iemand die zijn was deed. We hadden iemand die de powerbanks opladen. We hadden mensen die gingen met hem gewoon koffie drinken of wat eten. Weet je, er waren op een gegeven moment, zo'n man wordt onder de aandacht gebracht. En daardoor
maak je wel een punt. Zeg, weet je wel, hij wordt ja, door zijn naam noemen en doordat mensen zeg maar hem delen, is hij toch wel aardig bekend geworden. Laten we eerlijk zijn. Ja, dus doordat dat we Kasper, doordat ik zag Kasper en ik dacht, ik moet die man onder de aandacht brengen. En dat heb ik gedaan. En met heel veel steun van mensen hebben we hem kunnen krijgen voor waar hij nu is. En hij heeft heel veel social media aandacht gehad. En wat super geweldig is. En hij deelt nog steeds mooie verhalen. Hij vertelt ook nog gewoon super waarheden. En al denken mensen, het is een complotgekje of wat dan ook. Dat zijn wij ook. Maakt allemaal niet uit. Het is wel de waarheid. Weet je, hij maakt wel gewoon echt duidelijke punten. En ik ben echt gewoon super trots op hem. Dat ik hem heb mogen ontmoeten. En voor wat ik heb, weet je, wat ik heb voor hem. Wat ik voor hem heb kunnen betekenen. En ook met jullie hulp. En dat wil ik gewoon voor meerdere mensen. Jullie hebben mij gezien. Dus eigenlijk kan je het gewoon zo zien. Jullie kennen mij van Kasper. Van Kasper Zwart. Hoe ik Kasper Zwart geholpen heb met dingen vragen, met hulp en noem het maar op. Dus eigenlijk weten jullie al hoe ik in elkaar zit om iets op te gaan zetten. Dus zoals ik, Kasper is een goed voorbeeld, hoe ik Kasper gesteund heb, geholpen heb en noem het maar op. Met de hulp van jullie allemaal en hem onder de aandacht heb gekregen, wil ik dus zo meerdere mensen gaan helpen. Dus eigenlijk is dat gewoon een heel goed voorbeeld. Dus ik naar Kasper. Kasper nu. Kasper kan er nu voor ons zijn met de verhalen en noem het maar op. Dus ja. Dus dat is een heel goed voorbeeld. Nou, ik wil mijn lijf gaan beëindigen. Want ik moet douchen, ik moet nog eten en noem het maar op. Mijn mondje nog even. En ik wil jullie allemaal bedanken. Voor het luisteren eigenlijk al. Ik weet dat mensen ook wel gaan denken door natuurlijk wat ik zeg of wat dan ook. En daar wil ik mensen ook natuurlijk voor bedanken. En ik wil iedereen een fijne avond wensen. En nogmaals bedankt iedereen. En laten we het voortzetten. Laten we de liefde doorgeven aan de mensen die juist nu de liefde nodig hebben. Of heeft, hoe zeg je dat? Dus iedereen een fijne avond. Nogmaals, dankjewel. En een hele dikke kus. En zeker tot zondag. Alle gekheid op een stokje zondag weer natuurlijk. En we gaan kijken waar onze dag zondag eindigt. En begint ook. Is ook heel erg belangrijk. En iedereen heel veel liefde. Dank jullie wel. Zo hebben jullie ook wel een keer een serieuze Claudia gezien, toch? Dat hoort er ook bij. Nou, love you all. En dikke kus. Dank jullie wel. Doei doeg.